Onze veldmedewerkers zijn hier vandaag aanwezig om spullen te laten keuren, waaronder hun PBM's, elektrisch gereedschap, hun face-fit testen die moeten ze uitvoeren, hun maskers worden gekeurd. Onze medewerkers geven hun spullen af in de loods. Wij kijken wat voor spullen ze hebben en wij zorgen ervoor dat deze door diverse keuringsinstanties gekeurd worden. De spullen registreren wij in een keuringsapp, zodat het altijd voor iedereen beschikbaar is om te kijken van wat heeft nou wie. Onze medewerkers krijgen ook een face-fit test. En dan moeten ze bewegingen uitvoeren, links-rechts kijken, praten om te kijken of een masker nog goed aangesloten zit, zodat zij als zij buiten aan de slag gaan veilig aan het werk kunnen. De ruimte daarnaast wordt een persoonlijke volgelaatsmasker gekeurd. Er wordt druk opgezet om te kijken of er lucht doorgelaten wordt. Er wordt ook gekeken of er beschadigingen zijn. Van de laboranten die een microscoop in de auto hebben, wordt ook de microscoop gekeurd. Teamoverleggen worden erin gepland. Daar is een speciale ruimte voor gereserveerd waar de teamoverleggen, de toolboxen worden besproken. We hebben ook nog tijd en ruimte om op een laptop een GPI uit te voeren, een generieke poortinstructie, waarop ze ook gecertificeerd moeten worden om veilig aan het werk te kunnen. Wat het ons oplevert is eigenlijk dat de RPS er niet meerdere keren in het jaar op pad moet om de spullen te laten keuren. Dat is nu in één keer geregeld. Qua reizen is het ook minder, is ook weer CO2 beter. Onze planningsafdelingen die hoeven niet elk kwartaal te kijken van oké, welke spullen zijn al gekeurd en niet. De RPS'ers die hebben aangegeven dat ze het een positieve week vinden. En wij zijn ook heel erg blij als CQ-team dat wij onze medewerkers veilig op pad kunnen sturen. Want dat is waar we het allemaal voor doen.